hate to go. Dit is dus onze staf. Want waar gaan we naartoe? Naar Frankrijk. Naar Frankrijk. Zuid-Frankrijk. Zuid-Frankrijk. Uitgerekend op vandaag? Uh-huh. 24 juli. Oh, spannend hè. En waarom? I would be excited if I wasn't so tired. We'll keep you updated. Waarom is het kou? Waarom is het zo kou? Waarom is het zo kou? Ze zet zijn neus aan het voelen. Nee, maar dan echt niet een sigaret. Nee, dan een sigaret. Oké, we gaan niet eens. We zijn illegaal. Ik denk dat we hier zo gaan pikken. Oké, dan zullen we in het deurbad gaan staan. Nu goed. Misschien... Misschien pijzen we dat we zo'n soort van spionnen zijn. En wat zijn hun eerste indrukken? Tof, ik heb zaken gebruikt. Ik ga echt wel verder maffen. Ben jij bang voor? Voor files. Al files. Van spinnen en van ambulances. Maar ambulances zullen u toch helpen? Ja, maar ik ben er zo bang van dat geluid. I'll explain later. Wel, je zet hem eens gekeken. Wel, het is ondertussen al wel duidelijk dat deze roadtrip veel te lang duurt.
al in de auto? Bon. Wel. 2 uur is morgen en het is nu. Nobody knows. Kan ik ook niet zien. Fuck. Het is nu 10 na 2. 10 na 2. Oh god. We zitten al meer dan 12 uur in de auto. I'm dying. Deze is, zoals je misschien wel kunt zien, een grote wagen. En als je van achter zit, wordt er wel snel misselijk. Met de minste bewegingen die gemaakt wordt. We zitten uit een poort. Ja, it's like you're trapped in a jello pudding. Not fun. I'm sleepy. Sleepy time again. Ik ga inzoomen op u. After an almost 14-hour long drive, we finally arrived at our point of destination. The house we rented. Well, not really we, but... Oops. Never mind that one. Ik ben heel erg aan het proberen om niet te doen. Not going there. Just gonna give a quick tour. Some highlights. The first floor terrace. It's lonely. The other terrace. A very nice garden with swimming pool. As you can see. And we even have a swing.